Wist je dat bij de bouw van Baron 1898 in augustus 2014 de bouwploeg een oude ondergrondse ketel ontdekte? Dit artefact was een overblijfsel van het voormalige openluchtzwembad dat deels op de locatie van de divecoaster lag. De ketel diende hoogstwaarschijnlijk als filtertank met haarvangers voor grovere vervuiling en werd ingenieus in tweeën gesplitst en geïntegreerd in het decor van Baron 1898. Vandaag de dag fungeert de goudkleurige ketel als een opvallend element in de fotoruimte bij de achtbaanuitgang.